Dit is de testauto voor Topdit Solar Racing. Dat is eigenlijk een testplatform voor de ontwikkeling van onze zonneauto. En met deze zonneauto gaat een team Groningse studenten volgend jaar deelnemen aan de World Solar Challenge in Australië. Een wedstrijd over 3000 kilometer met voertuigen die rijden op zonne-energie. Het team dat uit 19 studenten bestaat is momenteel druk bezig met de voorbereidingen. Vanmiddag werd op de Zernike campus een testauto gepresenteerd, waarbij lid van het college van bestuur, Paul van der Wijk, de eer kreeg om die auto te besturen. Dit is echt puur alleen voor het testen. Dus we gaan straks de onderdelen licht gewicht maken, testen. Dus we kunnen eigenlijk al testen voordat we de uiteindelijke auto af hebben gemaakt. Dus dat betekent ook dat de parallele projectjes al getest kunnen worden. En dat ze elkaar niet in de weg lopen. Jeroen Brattinga is teamleider en hij vertelt dat het project ruim een jaar geleden ontstaan is. Ja, die aanleiding was eigenlijk dat we het regelmatig voorbij zagen komen. En wij hadden zoiets als groep jongens, dit willen wij ook. Dit willen wij ook in het noorden. Is dat zo makkelijk dat je denkt van, we gaan dit even doen? Nee, dat is zeker niet zo makkelijk. En er komt een hele hoop bij kijken. Onder andere organisatie en onderzoek. Maar wij zijn nu hard op weg en hebben daar ook heel veel ondersteuning bij. We kennen de beelden van televisie. Lichtgewicht voertuigen die op zonne-energie over de Australische wegen snellen. De testauto, zoals die vanmiddag gepresenteerd werd, zal de komende tijd verder ontwikkeld worden. Ja, dat klopt. We hebben een hele planning. Eén voor één gaan we met de projecten bezig. En daar zijn we nu al mee bezig. Dus dit is onze allereerste test eigenlijk, allereerste prototype. Alles is nog vrij lomp en zwaar. En langzaam gaan we verder met die ontwikkeling en dan komen we steeds verder daarin. Ja, qua techniek is het best wel geavanceerd en ook wel divers. Want het gaat van elektrotechniek tot aan mechanica, materiaalkunde. Dus diverse opleidingen, diverse professoren zijn er ook bij betrokken. En zo hopen wij uiteindelijk de beste auto neer te zetten. Deelname aan de Solar Challenge is bijzonder. Behalve dat studenten uit Groningen nog nooit meegedaan hebben aan de wedstrijd, is de groep niet een zogenaamd universiteitsteam. Wij doen het namelijk niet vanuit een technische universiteit, maar wij werken samen met en het mbo en het hbo en de universiteit. Dus daar zien wij ook echt de kracht in, het samenwerken. Ja, het is enorm leuk. We werken samen met bijvoorbeeld mbo-scholen, de universiteit, de Rijksuniversiteit van Groningen, de Hanze. Ja, dat maakt het super leuk. De samenwerking tussen de scholen, tussen de studenten, iedereen is enthousiast. Dat is echt is geweldig. Genieten? Ja, is zeker enorm. Wat ik jullie eigenlijk wil wensen is heel veel succes. De World Solar Challenge in Australië wordt volgend jaar gehouden van 13 tot en met 20 oktober.